Een zandstrand vormt eigenlijk de overgang van zee naar land, met andere woorden, van het marine naar het terrestrische milieu. Nabij de hoogwaterlijn wordt materiaal aangebracht door de zee afgezet. Dit noemen we het vloedmerk. Het vloedmerk bestaat onder andere uit wieren, schelpen die aangespoeld worden, maar ook heel wat menselijk afval zoals plastic, bekertjes, blikjes en zo verder. Daar waar blikjes en bekers heel storend zijn op een strand, zijn wieren een heel belangrijk aspect in het functioneren van het strandecosysteem. Een belangrijk organisme bij de afbraak van de wieren die aangespoeld worden op het strand is Talitrus saltator of de strandvlo. In het vloedmerk kunnen we de strandvlo gemakkelijk aantreffen door het omkeren van aangespoelde wierpakketten. De strandvlo zal de wieren in kleine stukjes afbreken, zodanig dat die beschikbaar komen als voedselbron voor de groei van hogere planten. Deze hogere planten vormen dan de echte aanzet naar de aanleg van duinen. We gaan iets lager op het strand, hè? En dan komen we echt in de intertidale zone, dus de zone die periodiek overstroomd wordt met water. En ook daar is leven aanwezig. Jeroen is momenteel aan het uitzoeken waar we de hemschorenworm en andere soorten typisch voor het hoogstrand kunnen vinden. De soorten die we bovenaan in de intertidezone aantreffen, zijn soorten die heel sterk aangepast zijn aan het leven in een extreme milieu. Dit milieu is extreem voor marine organismen, omdat zij zich slechts gedurende enkele uren per dag met het voedsel aangevoerd door het zeewater kunnen voeden. Ze kunnen overleven bij laag water en gaan zich enkel en alleen voeden bij hoog water. Wanneer we gaan kijken naar het bodemleven dat zich bevindt in die intergetijdenzone, dan kunnen we heel wat organismen gaan waarnemen. Om die organismen echter te kunnen zien, is het noodzakelijk om te graven in het zand en het zand te gaan zeven over, zoals wij frequent gebruiken, een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Op deze manier wordt het zand door de zeef gespoeld en blijven de organismen achter op de zeef. De soorten die we hier frequent aantreffen zijn de gemschorenworm of Scolelepis squamata, het knikspriet-kreeftje of Batyporea en de agaatpessenbed of Eurydice pulchra. De strandpier is heel eenvoudig te ontdekken door de zogenaamde strontjes die makkelijk te zien zijn aan het oppervlak van het sediment. De strandpier is een vrij grote borstelworm of polygeet die makkelijk een lengte bereikt van een 15-tal centimeter en die is dan ook heel gegeerd bij vissers die de strandpier gaan gebruiken als aas. Zie, dat is uiteindelijk de hang hier. Die dan leidt naar dat strandje erboven. De strandpier is een diepgravende soort, maar ook een snelle soort, waardoor het heel moeilijk wordt deze te vangen. Een proboscis is eigenlijk een soort van slurf dat ze kunnen uitstouwen, maar van sommige soorten is dat om te voeden van andere soorten, is dat verdediging. Van de dien weet ik het zelf niet eigenlijk, want ik vermoed dat dat normaal is niet gebeurt, dat dat puur agressie was, ik ben 100% zeker. Wanneer we ons nog verder richting zee begeven, dan gaan we eigenlijk over van het extreme milieu op het hoogstrand naar een milder klimaat nabij de laagwaterlijn. Dit milieu is milder omdat de marine organismen zich gedurende vele uren per dag kunnen voeden met het voedsel aangebracht door het zeewater. De zone die dus bij laagwater boven water komt te staan, bij hoogwater onder water komt te staan, daar vinden we vooral dieren die aangepast zijn aan het marine milieu, aan het zoutwatermilieu. Een andere soort die veel aangetroffen wordt op het lage deel van de intergetijdenzone is de zandzager Nephthys cirrhosa. De zandzager is een soort die een lengte bereikt tot 10 centimeter. De individuen die we hier zien zijn echter slechts 4 tot 5 centimeter lang. De zandzager is een soort die aangepast is aan heel dynamische omstandigheden. Wanneer hij bijvoorbeeld tijdens een storm wordt uitgespoeld, dan kan hij zich heel vlot via een zwemmende beweging opnieuw in het zand ingraven.
Op het laatste strand treffen we ook de heremietkreeft aan. De heremietkreeft is een kreeftachtige, verwant met de krabben dus, die op zoek gaat naar lege schelpen om als huis te gebruiken. We treffen er ook het zaagje aan, de enige tweekleppige die zich min of meer goed voelt op het strand. Net zoals bij de zandzager is het mogelijk dat wanneer hij uitgespoeld wordt, hij zich vliegensvlug weer ingraaft in het zand. Op enkele plaatsen langs de Vlaamse kust treffen we riffen aan gevormd door de zandkokerworm Lanice congelega. Deze riffen vervullen een heel belangrijke functie in het marine ecosysteem. Ze bieden een belangrijke schuilplaats voor heel wat jonge vissen en ongewervelde dieren. In deze riffen treffen we de hoogste dichtheid en de hoogste diversiteit aan soorten aan, gekend voor het Belgisch deel van de Noordzee. Naast hun functie als schuilplaats vormen ze dus tevens een belangrijke voedselbron voor heel wat organismen. In natuurlijke omstandigheden worden langs onze kust enkele zandstranden aangetroffen. Omwille van erosieproblemen werden in der tijd heel wat strandhoofden aangelegd. Deze strandhoofden werden daarna begroeid met wieren en heel wat andere organismen en dienen als dus tot voedsel voor verschillende vogelsoorten. Op het strand treffen we ook heel rare vogels aan, zoals deze twee die hier momenteel de vogels aan het observeren zijn. Een van de soorten die we heel frequent op het strand kunnen aantreffen is de scholegster. De scholegster voedt zich voornamelijk met wormen en schelpdieren die hij vindt nabij de laagwaterlijn. Een andere soort die we frequent aantreffen op stranden, maar dan heel specifiek in het geval waar we stenen aantreffen op de stranden, is de steenloper. De steenloper gaat tussen de stenen op zoek naar kleine organismen. Zandstranden worden algemeen gekenmerkt door een lage soortenrijkdom, waardoor we zouden kunnen aannemen dat ze uiteindelijk weinig belangrijk zijn. Toch vinden we extreem hoge dichtheden, tot verschillende duizenden individuen per vierkante meter. Door hun hoge dichtheid vormen ze een belangrijke voedselbron, niet enkel en alleen voor de vogels, maar zeker ook voor de verschillende vissen. Bij eb bevinden deze vissen zich in het ondiepe waterdeel beneden de laagwaterlijn. Bij vloed daarentegen gaan deze vissen migreren naar boven op het strand, waar zij zich te goed gaan doen aan het rijke leven aangeboden door het zandstrand.